Komt-ie. Hoppakee. Welkom mensen bij een gloednieuwe aflevering van Planet Coaster. En vandaag hebben wij weer een splinternieuw project. Namelijk deze Gerslauer Infinity achtbaan. Dit project is gemaakt door Coasterfan312. En de naam van deze achtbaan is de Supernova. En wat ik al zei, het gaat om een Gerslauer. En hij ziet echt fantastisch uit. Met een heerlijke snelheid. Ook de layout is gewoon heel erg compact. Vooral dat stuk daarachter. En hier is het vooral natuurlijk scheuren door de bocht. En dan ook een hele krachtige lancering hier. We kunnen nog eventjes eenmalig kijken ernaar. En dadelijk kunnen we zelf het ervaren natuurlijk. We gaan de rit in zowel overdag als 's nachts doen natuurlijk. Want ik zie al allemaal lampjes ophangen. Dus ik weet zeker dat dit hele project of dit hele plein hartstikke mooi verlicht wordt dadelijk. We zien er ook nog twee vrije valtorens. Ik weet niet waarom ze hebben gekozen voor twee. Maar ja, misschien is dat gewoon... De capaciteit gaat goed, want het zit allebei vol. Dus daar liggen die aan. We hebben hier ook twee ingangen. En die gaan dan allebei naar een andere toren. Nou ja, één wachtrij is eigenlijk helemaal niet zo vol. Daar staat niemand voor. En die andere die is helemaal bezaaid met mensen. Misschien is deze vrije val, die zorgt misschien wel voor een beter uitzicht. Dat zou best wel eens kunnen. Ik zal hem even op pauze zetten, of pauze op stoppen. En dan gaan we op testen zetten en dan zelf kijken als we een ritje gaan ervaren in deze vrije valtoren. Nog even wachten tot de mensen weg zijn. En dan kan ik het zelf gaan beoordelen wat nou het beste uitzicht is. Want in principe, wauw, kijk eens even. Ja, dit ziet er heel goed uit. Maar ik weet bijna toch 102% zeker dat die toren naast me bijna hetzelfde zicht heeft. Ik bedoel, je schuift een plaatsje op. Dus zoveel verschil is het ook niet. Er komt ook een duifje aangevlogen. Maar we komen niet voor deze twee vrije valtorens. We komen natuurlijk voor de Supernova. Dus we gaan van de Skyjump weg via de uitgang. En richting het prachtige logootje wat er staat bij een soort van overkoepeling. Supernova. Nou, we zien hier ook een stelletje lopen. Ik zag jullie wel net hand in hand. Ik zag het wel. Maar jullie denken van Vincent is erbij. We willen dat niet op camera. Ik zag jullie hand in hand lopen. Nou, dat maakt maar niet uit. We kunnen ook een fastpass nemen. En dit is ook echt daadwerkelijk een fastpass. Want kijk hoeveel je skipt. Er staat een ongelofelijke lange wachtrij. En dan mag ik wel voor zo'n vette achtbaan. Het station is best wel simpel in elkaar gezet. Maar wel heel erg creatief. Het kan simpel zijn, maar als het creatief is, waarom ook niet? Oh, we zitten in het verkeerde karretje. Laten we nog even wachten totdat hij dan hier bij het station is. En er zijn zoveel treintjes. Ik weet niet precies welk treintje het is. Oh, deze is het. Mooi. Nou, onder mijn facecam natuurlijk de live statistieken van deze achtbaan. Laten we genieten en natuurlijk vertrekken met de Supernova. En dadelijk dan een ritje in het donker. Zelfs de medewerker is ook paars aangekleed, net als de baan. En volgens mij ook gedeeltelijk het karretje, maar weet ik niet zeker. Dan moet ik even dadelijk uit gaan stappen. Eerst genieten van deze achtbaan. Een snelheid van misschien, wat zal die halen, 90 of 100 km per uur? Daar gaan we. 90, dat is een mooie snelheid voor zo'n Gerslauer. En we halen nog een snelheid van 85 km, heerlijk die airtime. En dadelijk hebben we even een soort van rustmomentje. Nou, er zit ook wat inversies in. Lekker stug. Hij gaat lekker ruig. Heerlijk hoort het bij zo'n baantje. En nu krijgen we eigenlijk het soort van tussen haakjes compacte gedeelte van de baan. Heel erg mooi. Echt een heel mooi leuk baantje. Vooral een opvallende paarse kleur. Daar ben ik al sowieso verliefd op eigenlijk. Ik hou er wel van. Ja, ik weet niet. Ik zie paars niet altijd vaak terugkomen. En dan is dat gewoon leuk om een keer een achtbaan vol op paars te zien. En de remmen. Wauw. Wat een krachtig baantje. De lengte is 650 meter. Een maximale snelheid van 91 en gemiddeld 33. Komt natuurlijk door de lancering. Zit geen optakeling in. De grootste drop was 26 meter. En de G-krachten liggen dan wel boven de 5.30. Maar dat maakt niet zoveel uit. Er zitten twee inversies in. En de RTM counter staat op nummer 6. Laat ik het snel eventjes nacht maken. Nou ja, snel. We hebben alle tijd. Hoppakee. En ik weet niet of hij de rest van de baan heeft... Ja, hij heeft het wel aardig gekleurd met wat lichtjes langs de baan. Dat is leuk. Nou, dan gaan we even fullscreen genieten. Ook zonder mijn facecam, hoppakee, van deze achtbaan. Hartstikke mooi. Oh, dag meneer. Hallo. Het leek net alsof hij een hele grote baard had. Maar het is gewoon een dikke schaduw onder die kin van hem. Grote kin heeft die meneer. Nou, daar gaan we dan. Wat je al zag, een snelheid van 91 km in de lancering. Bijna dat duifje aangereden met dit karretje. Dit is echt heerlijk, jongens. Ik hou van zulke baantjes. Hier zit heel veel tijd. Gewoon heel veel tijd in. Ja, absoluut. Er zit heel veel tijd in.
Ik moet toch toegeven, die vrije valtorens, het stoort me eigenlijk niet. Het is wel leuk, ik vind het wel origineel. Het is weer eens wat anders dan gewoon eentje, kan je er ook gewoon twee plaatsen. Waarom geen drie of vier, maakt ook uit. Al plaats je er zes. De mensen gaan er toch wel in. Alleen, ja, wel een beetje triest dat bij de ene een kleine capaciteit stond. Of in ieder geval dat er geen mensen in de wachtrij stonden. Een lage capaciteit, lijkt het net dan. En we zijn bij het einde aangekomen. Dat ging toch wel goed. Leuk baantje, absoluut. Nou, dit was het project van CoasterFan. Laat wel een duimpje achter. En vergeet niet te abonneren linksboven in beeld. En daaronder kan je klikken doorklikken naar een andere Planet Coaster video. Tot de volgende keer. Doei doeg!